ben jij een bikkel die zonder wetsuit het water in gaat? Inderdaad. En vertel eens eventjes, vind je het spannend? Wat gaat er eigenlijk in je om zo'n moment voordat je straks het water in gaat? Ik vind het zeker spannend. Ja. En voor wie zwem je? Voor mijn patiënten. Voor je patiënten? Ja. En ben je met een hele groep? Ja, ik zwem mee met het Amfia-oncologisch team. Oh, ik heb begrepen, dat zijn 45 mensen in totaal? Klopt. En jullie zijn hier met z'n allen? Met z'n allen. Hoi, hoi. Ik ga even naar een meneer in een rolstoel, maar je bent helemaal geen meneer. Nee. De laatste keer dat ik gecheckt heb, niet meer. Ga je zwemmen? Ja. Vertel eens eventjes, hoe kan jij zwemmen? Ik kan zwemmen. Lopen is niet mijn sterkste punt. Ik kan het nog wel met krukken, maar... Ik moest nu te ver weg parkeren, dus ik denk, ja, dan moet ik toch in de stoel. Ja, precies. Dus het is stoel of krukken, maar dat gaat goed. Zwemmen gaat goed. Oké, super. En, ja. Maar zwem je vaak dan? Ik zwem vaak. Het is voor mij ook therapie. Dus ik zwem sowieso 2 keer in de week. En waarom zwem je vandaag mee? Nou ja, helaas reden genoeg. Vriendin van mij 2 jaar geleden overleden aan kanker. Mijn vader al, ik denk 35 jaar geleden. Oh. Een goede vriendin van mij zit nu midden in haar behandeltraject. Mijn baas zit midden in haar behandeltraject. Dus helaas reden genoeg. Swim to Fight Cancer is een landelijk evenement wat wij hier in Breda opgepakt hebben. En dit is de projectleider van het landelijke evenement, Joost. Nou, welkom allemaal. Welkom in Breda. Het is heel bijzonder om nu alles samen te zien komen, alle blauwe vlaggen en met jullie aan de kant. Kan het niet anders dat het vandaag een heel mooi evenement wordt. Dus alvast dank jullie wel voor jullie komst. Ik ben dus Joost Rijns. Ik ben projectmanager bij Fight Cancer voor de stichting waar we fondsen voor werven. De fondsen die wij werven, die worden volledig besteed via KWF Kankerbestrijding. Dus alle donaties die vandaag zijn opgehaald en in aanloop hier naartoe, maar ook de donaties na dit evenement, zullen volledig naar het geselecteerde onderzoek gaan. Dankjewel Joost. Wethouder Daan Kuwaars. Welkom. Wat een bijzondere dag. Een fantastische dag. Het is heel mooi om te zien hoeveel mensen er langs de haven staan. 12 jaar geleden werd deze haven geopend. Toen was het ook zo druk. Toen zwommen er ook mensen in het water. En de stichting Swim to Fight Cancer kwam op mijn pad met de vraag, nou, mogen we dit in Breda doen? Ik moest even nadenken, omdat ik dacht, ja, hoe ziet dat er dan uit? Hè? Ik ben naar de Stichtse Vecht gereden. Ik heb daar met Limoren staan luisteren naar de burgemeester van de Stichtse Vecht, Mark Witteman, die met letterlijk zijn laatste adem daar de mensen nog toe stond te spreken en het startschot gaf om daar het water in te springen. Enkele tijd daarna is hij overleden, maar dat maakte zoveel indruk op mij dat ik meteen heb gezegd, dit wil ik dolgraag in Breda hebben. U staat bekend als een wethouder die altijd bij dergelijke evenementen aanwezig is. En vaak is het met een feestelijk karakter. Nou is dat vandaag natuurlijk ook wel. Maar dit is een wat meer beladen karakter. Wat voor druk geeft dit voor Breda? Wat realiseren mensen zich niet wat er achter de schermen moet gebeuren? Nou ja, dit gebeurt door mensen die vrijwilligers zijn. Hè? We hebben ze net al bedankt. Als je kijkt naar Limor, als je kijkt naar Theo, als je kijkt naar Nathalie, als je kijkt naar al die mensen die daarachter staan, dan is het fantastisch dat ze dit vandaag van de grond krijgen. En het is natuurlijk vandaag een doel om te gaan zwemmen. 2 kilometer. Geld inzamelen om onderzoek tegen kanker te financieren, zodat kanker de wereld uit kan. Fantastisch. Maar ik denk dat alle zwemmers, nog meer dan ik en jij misschien zelf, zich realiseren dat je ieder moment van de dag moet genieten. Dat je ervan moet genieten. En de komende 2 kilometer wordt dat lastig voor ze. Maar we staan allemaal hier langs de kant om ze aan te moedigen en voor dat hogere doel geld in te zamelen. Dus bij deze allemaal heel veel succes. Dames en heren, terwijl
de ploeg van Jumbo al het water inspringt omdat ze de verleiding niet kunnen weerstaan om met dit mooie weer 2 kilometer te gaan zwemmen, staat hier een andere held bij mij van Jumbo. Jullie hebben ongelooflijk veel geld gedoneerd. Ja, dat klopt. We hebben samen met onze klanten en onze collega's en onze vrienden en familie hebben wij meer dan 10.000 euro opgehaald op dit moment. En tellende, want er komen toch een paar mooie acties aan. En we staan hier allemaal super gedreven, zoals onze collega's die al aan het water liggen. En we hebben allemaal een eigen verhaal waarom we dit doen. En dit is gewoon echt een top evenement tot nu toe. We gaan de check laten zien, dames en heren. 10.766 euro. Leuk zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibberleen was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de sletten ik breng. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder vergeet het ding. Stap opzij, ze wil een handtekening. Kaleidoscopies oogs. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst, ja. Op je polenpips na. Een golf neemt de afstand van je hemel lichaam. Ze is van spek. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, intermaar galactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loezo in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Loezo in de sky. Als je het hebt over helden, dan heb ik er hier nog een paar staan. Deze mensen zijn afkomstig uit Amphia, zijn hele dagen bezig met mensen te helpen, niet iedereen te genezen. Een van hen is Hans Westgeest, hij is oncoloog in het Amphia. Ik zie jou elke keer bij zo'n manifestatie voorbij komen. Je bent wel stik gemotiveerd, Hans. Ik ben wel gemotiveerd, ja. Hoe ging die 2 kilometer? Eitje. Eitje? Gewoon rustig doorzwemmen. Maar je hebt wel getraind. Ik ben jou tegengekomen. Ah, je hebt me gezien, ja. Maar het ging goed. Het ging heel goed. Met hoeveel mensen uit Amphia hebben jullie meegezwommen? 45. Wauw. Ja, dat is echt geweldig. 45, dames en heren. Maar u heeft de check nog niet gezien. Wat denkt u hiervan? Ja, 58.000 euro. Inmiddels staat de teller alweer bijna op 60.000. Want er wordt nog flink doorgedoneerd. Als Amphianen en samen met Frank hebben wij bijna 60.000 euro te doneren aan Swim to Fight Cancer. Fantastisch bedrag. Alle donateurs bedankt. En het team natuurlijk bedankt voor deze effort. Mag het dak eraf voor Amphia! Dames en heren, we hebben nog een spektakel. Dat heb ik u heel de middag al beloofd. En belofte maakt schuld. Het komt eraan. Hebt u even geduld? Dan kunt u meegaan genieten met wat ik u beloofd heb. Yes.
chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. A solid 345.000 euro ruim bijeengebracht door u. 345.000 euro. Fantastisch gedaan. Een applaus voor uzelf. Dankjewel. Een einde gekomen aan deze prachtige middag. Iedereen die hierbij betrokken is geweest, ik ga geen namen noemen, want dan vergeet ik mensen. En dat is jammer. Iedereen die hierbij betrokken is geweest, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid, voor jullie medewerking. Dames en heren hier aan de zijkant, bedankt voor uw enthousiasme. Volgend jaar doen we het weer. Bedankt en tot ziens. Breda nu. En als de klok luidt. Dit programma is mede goed tot stand gekomen door de medewerkers van Grass Valley uit Breda. Door Mike, Aukje, Kjeldwijn en voor alle mensen die hier nog meer aan mee hebben gewerkt. Alle vrijwilligers, iedereen die hier belangeloos aan mee heeft gewerkt. Bedankt. We zijn er volgend jaar weer. Breda nu is met het volgende spektakel weer aan de gang. We zien u gauw. Bedankt en tot ziens. Nog een fijne avond. Breda nu.